De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Eerst had je nog wel zo de pest aan hem. Maar dat is hartstikke lang geleden. Het is al heel lang anders. Al lang? Je doet net of jullie al jaren samen iets hebben. Waarom ga je niet eerst samenwonen? Samenwonen? Ja, waar? Bij Harmsen? We hebben inderdaad geen huis, maar dat we gaan trouwen, dat staat gewoon vast. Ik zal toch beeldig uitzien als een bruid. Trouwen? Waarom zou je in godsnaam? Al die poespas naar mij niet gezien. Nou, zullen we je ook maar niet uitnodigen voor het feest? En ik had je nog wel als getuige willen vragen. Wat zegt je vader er eigenlijk van? Mijn vader? Die weet het nog niet. Ja, wacht even. Oh, wat leuk dat je er bent. We hadden het net over je. Hoe dat zo? Nou, omdat Mark zei... Ja, je weet het nog niet, maar Arthur en ik gaan met elkaar trouwen. Trouwen? Ben je blij? Ja, natuurlijk ben ik blij. Sorry, ik ga even naar mijn kamer. Ik denk dat jullie zonder mij er wel uitkomen. Meneer Albers. Nou, zou je me niet feliciteren? Ja, sorry, schat. Fantastisch. En wanneer vinden de feestelijkheden plaats? De feestelijkheden? Oh, dat weten we nog niet. We moeten nog zoveel dingen regelen. Ik heb nog niet eens de ouders van Arthur ontmoet. Jij trouwens ook niet. Ik ben wel heel erg benieuwd, hoor. Ik zal aan Arthur vragen of hij zo snel mogelijk een afspraak met ze wil maken. Nou, oh, wat mij betreft is er geen haast bij, hoor. Hoezo niet? Ben je niet nieuwsgierig? Jawel, maar ik heb alle tijd, dus... Ja, maar wij niet. Wat bedoel je eigenlijk met alle tijd? Precies wat ik zeg. Ik heb alle tijd. Ik ben net ontslagen, dus... Papa, dat meen je niet. Oh, het spijt me dat voor je. Daniel, heb jij die proefdruk van die brochure voor Poolworld gezien? Ik kan het nergens vinden. Nee, heb ik niet gezien. En waarom zou ik? Dat is toch jouw afdeling? Hey, doe dan niet zo flauw. Help even mee, anders zit je niet meer zo te wachten. Hier is je prachtwerk. Ja, dankjewel. Zeg, ik ga. Wil jij van Marieke vragen of ze die afspraak met die accountant verzet? Ja hoor. En daarna ga ik samen met haar naar Poolworld om een bubbelbad uit te zoeken. Is Suzanne al weg? Ik had er nog wat willen vragen. Ja, ik wou je ook even iets vragen. Wil je de accountant even bellen om die afspraak van morgen naar de volgende week te verzetten? Morgen schikt niet. Goed. Moest ik Mark ook niet bellen? Mark, waarom? Ja, Suzanne zei zoiets. Hij zou toch nog vandaag langskomen? Mark? Oh, dat weet ik niet. Maar van mij mag je hem best even bellen, hoor. Nee, ik dacht... Waar is hij ook weer mee bezig? Oh, met die zoutjesreclame. Spikkels, weet je wel. Trouwens, die zijn erg lekker. Wist je dat? Spikkels? Getver. Nee. Ik geloof dat ik hier nog ergens een proefzakje heb. Kan het, ja? Suzanne heeft je natuurlijk opgegeven. Jammer, ik heb trek. Wil jij iets halen? Wat, spikkels? Nee, die liggen toch nog niet in de winkel. Een broodje kaas of zo. Bel ik die accountant wel voor je. Oké. Tot zo, hè? Jolanda, met mij.
Daniel? Hé, hey, ik ga. Je redt je wel, hè? Er ligt een entrecote voor je in de ijskast en sla. En er is trouwens ook nog lasagne over van gisteren. Ja, ik kijk wel. Waar gaan jullie eigenlijk eten? Oh, bij de kelder. Een heerlijke stampot is. Zo, betaalt die douchekoppenknakker zo slecht dan? Bernard? Nee. Maar ik denk niet dat hij ze zelf ooit zou gaan eten. Daar heeft hij veel te veel poeha voor. Nou, ik moet echt gaan. Ja. Ga je nog iets leuks doen vanavond? Nee, ik denk het niet. Ik ben niet zo in de stemming. Hoezo? Ach, Helen die heeft zich weer in allerlei problemen gestort. Wat dan? Ze heeft er iets gehoord over haar zoon. En ik ben bang dat ze dat niet aan kan. Als het allemaal niet waar blijkt te zijn, dan krijg je dat hele gedoe weer opnieuw. Ja, maar ze is toch al een paar jaar naar hem op zoek? Elke kans om hem te vinden, ja, hoe klein ook. Je weet hoe Helen is. Als dit allemaal weer op niks uitdraait... Ach, wel nee. Helen wil gewoon weten waar ze aan toe is. Is toch logisch? Ze zal best beseffen dat het riskant is. Maar ja, dat moet ze er dan maar voor over hebben. Nou, ik moet echt gaan. Ik kan Suzanne niet langer laten wachten. We hebben het er nog wel over, oké? Ja. En beloof me dat je er niet de hele avond over gaat zitten pieken, nee, hè? Nee, nee, ga nog maar. Nee. Veel plezier. Doe je natuurlijk ook niet meer als we nou eenmaal getrouwd zijn. Oh nee? Mij zo chic uit eten nemen. Ik zou maar oppassen als ik jou was. Na dit etentje ben jij voorgoed verloren. Ga je me dronken voeren? Dat is niet eens zo'n slecht idee. Zal ik een fles Chateau Neuf du Pape bestellen? Oh. Daar gaat onze wasdroogcombinatie met energiebesparende veiligheidsknop. En niet te vergeten het 136-delige porseleinen ontbijtservies. Met het romantische roosmotief. Hé. Hey. Dat is ook toevallig. Gezellig. Mag ik er even bij komen zitten? Oh, ik geloof dat mijn aanwezigheid... voor mijn dochter en mijn aanstaande schoonzoon niet vanzelfsprekend is. Pap, wij wilden eigenlijk... gaan trouwen. Ja, dat weet ik, want dat had je al gevraagd. Daar gaan we op drinken. Meneer Albers, zou ik van de gelegenheid gebruik mogen maken om de hand van uw dochter te vragen? Ja, dat mag je. Maar leuk vind ik het niet, hè? Dat weet je. Kijk, Arthur, ik mag je graag. Hè, dat is geen twijfel over, maar... Nou ja. Laat maar drinken op de vader van de bruid. Hè? Opa Alberts. Oude zak. Ik ben zo terug. Heb ik iets verkeerds gezegd? 2 dag schotel. Dank je. En wijn was het geloof ik, hè? Ja, lekker, dank je. Ik had hem net nog aan de telefoon. Wie? Bernard. Hij was vol lofovier. Hij vond het concept erg inspirerend. Vooral door jouw zeer charmante invalshoek. Weet jij dat hij me eigenlijk voor iets heel anders wilde strikken? Alsjeblieft, Terijn. Dank je. Dan, dank je. Hij wilde me naakt laten poseren in een whirlpool, geloof ik. Nee. Ja, ik zit al helemaal voor me en hij er maar steeds omheen draaien, zeker die oude viezerik. Eromheen whirlen, zou je bedoelen. Die vent is echt nergens te beroerd voor, hè? Nou, nou, nou. Hey, proost. Op Bernard. Eigenlijk zou hem een lesje moeten leren, hè? Kan jij je niet aanbieden als model? Oh ja, straks gaat hij er nog serieus op in ook. Nou, hè? Dan stel jij hem toch voor dat jullie je samen laten fotograferen? In een bubbelbad? Romantisch baden voor 2? God, zou jij lol hebben? Nee, ik heb een beter idee. Bernard gaat toch binnenkort die revolutionaire pulserende douchekop aan de pers presenteren? Mm-hmm. Nou, daar wil hij toch een speciaal model voor hebben? Als wij hem eens... Hoi. Hoi. Ja, ik was in de buurt en ik dacht, misschien heb je zin om mee te gaan naar de film. Nu? Ik heb er niet eens gegeten. Wil je misschien ook wat? Nee, dank je. Hey, als we opschieten, dan kunnen we nog net de tweede voorstelling halen. We? Ik was eigenlijk van plan om vroeg naar bed te gaan vanavond. Oh.
Sorry. Nou, dan ga ik maar. Marieke, sorry, het spijt me, maar ik ben niet zo in de stemming vandaag. Dat zie ik. Is er iets? Ach, een ex-vriendinnetje van me gaat trouwen. Oh, nou, daar ben je dan ook makkelijk vanaf. Met een goede vriend van me. Het zit me een beetje moeilijk. Dat je daar druk over maakt. Hou je nog steeds van haar? Nee, nee, dat niet, nee. Dan is het toch niet erg? Dan zoek je toch gewoon een andere vriendin? Dat maak ik zelf wel uit, hè? Nou, als je het niet erg vindt, zal ik je uitlaten. Ik ga zo slapen. Ik zal het er met Erika Bos over hebben. Ken je die? Nee. Dat is die nieuwe interniste bij ons. Ik bel je nog wel. Ja, Hans, heb je nog heel even? Ik heb iets vragen. Nog even dan. Over een kwartier heb ik een patiënt. Ik zal het heel kort houden. Het gaat over een kennis van me. Die heeft ongeveer 20 jaar geleden een zoontje gekregen... waarvan zij dacht dat hij meteen na de geboorte was overleden. Maar later bleek dat de vader buiten haar weten om... het kindje had afgestaan voor adoptie. Hij bleek namelijk getrouwd te zijn. Ja, ja. Verder heeft ze nooit meer iets van de zoon gehoord. Totdat nu iemand zegt dat ze weer contact kan krijgen met haar zoon. Ik begrijp nog steeds niet waar je naartoe wil. Ja, ze heeft de naam van een contactpersoon genoemd. Een mevrouw Barendse, een oude verpleegster. Ken jij die misschien? Barendse. Barendse. Ja, Henriette Barendse. Die werkte bij ons op de kraamafdeling. Ja, wat is dat voor iemand? Henriette Barendse, tja, wat zal ik zeggen? Een goede kracht. Meer weet ik er ook niet van. Maar die is al een tijd weg, zeker 15 jaar. En je hebt nooit meer iets van haar gehoord? Kan ik me niet herinneren. Ik geloof niet dat ze buiten het werk veel contact had met haar collega's. Ze was nogal onopvallend. Maar ik moet nu echt gaan. Verder nog iets? Nee. Wacht eens. Nu weet ik het weer. Ze had ontslag genomen. Nogal plotseling. Ze had geërfd of zoiets. Oh. In ieder geval hoefde ze niet meer te werken. Verder weet ik er ook niks van. Simon, het beste. Ja, Hans. Bedankt. Goedemorgen, u spreekt met Helen Helmink. Spreek ik met mevrouw Huygens? Oh, zal ik straks even terugbellen? Oh, ja, ik wilde een afspraak maken. Het gaat over de zoon van meneer Huygens. Oh, mooi. Ja, ik wacht. Morgenmiddag, schikt dat? Om 3 uur? Dat is goed, 3 uur. Geeft u dan daardoor? Ja, natuurlijk. En ik zal het ook in haar agenda noteren. Fijn, dank u wel. Dag mevrouw. Dag mevrouw Helmink. Ingekomen post moet je leggen in de bak die daarvoor is. Nou, daar lag die eerst ook. Maar gisteren had ik nog wat tijd over en ik dacht... laat ik wat opruimen. Het was zo'n bende. En ik wist niet waar ik alles laten moest. Kan je toch beter eerst even vragen waar het hoort? Aan het typen. Ja, dat is geel papier toch? Ja, maar Marieke, dat kan toch niet? Het is een officiële brief. Dan moet je even overnieuw doen hoor. Oh, sorry. Nou, ik dacht dat ik alleen maar zou helpen dat het niet te duur werd. Nou, het is wel goed. Als je het maar niet weer doet. Oh, voordat ik het vergeet. Er komt vanmiddag nog iemand langs. Zou jij die even op willen vangen als ik al weg ben? Het is meneer Zeilinga. Zeilinga? Oh, het spijt me dat. Schrik je daar zo van? Dat je meneer moet opvangen? Eet je toch niet op? Ah, daar ben je weer. Je miste me zeker. Ja, jammer voor je. Nee, ik ga weer weg. Ik kan wat spullen ophalen.
Ah, ze komt niet meer terug. Nee. Voorlopig niet, nee. Hey, kan ik misschien die tas van je lenen? Ik ga binnenkort met vakantie. Oh, waar ga je naartoe? Venetië, met Roos. Nee. Nou, ik kon nog wat dag zeggen. Okay. Kan ik die tas inpakken? Ja, dat is goed, natuurlijk. Hier. En heb je het laatste nieuws al gehoord over mijn vader? Hij is ontslagen. Ontslagen? Ga weg. Lullig, hè, voor hem, jongen. Hij is er kapot van. Ja, natuurlijk. Wat nu? Ja, ik weet het niet. Ik ben zo bang dat hij doorgaat met drinken. Hij is er nog erger aan toe als toen mijn moeder wegging. Moet je nagaan. Als hij zo doorgaat, dan drinkt hij zichzelf dood. Ja? Hi. Hey. Ik stoor toch niet? Nou, eigenlijk wel. Ik ben even bezig muziek uit te zoeken voor mijn programma. Hé, hey, hoe vind je dit? Nou? Ja, zwaar, hè? Ik zal je zoiets laten horen. Dan ga je helemaal vanuit je dak. Hé, hey, maar ga even zitten. Ik moet heel even chanteren. Je hebt er maar druk mee, hè? Ga je nog trouwen ook? Oh, dus je hebt het al gehoord. Hé, hey, wat vind je ervan? Leuk, toch? Ja, leuk. Gefeliciteerd. Nou, dan komt er ook niet altijd enthousiast uit, moet ik zeggen. Nee, nou ja. Ja, ik begrijp niet waarom jullie zo'n haast hebben. Diane is toch niet zwanger? Niet dat ik weet. Oh, die barsnavetjes. Waarom zitten jullie zo'n vaart erachter? Huh? Waarachter? Oh, je doet dat we gaan trouwen. Nou, ik vind gewoon dat we bij elkaar passen. Heel simpel. Ja, dat ken ik. Huh? Nee, niks. Ja, Diane is niet makkelijk. De ene dag wil ze dit, en de andere dag wil ze heel wat anders. Jezus, wat maak je nou zo druk om, man? Ik weet heel zo waar ik mee bezig ben, hoor. Ja, nee, dat weet ik ook wel, maar... Diane is erg gehecht aan de vrijheid. En die moet je er ook gunnen. Ja, en wie zegt dat ik dat niet doe? Jezus, man, je doet net alsof ze de gevangenis ingaat, alsof ze met mij gaat trouwen. Hoor je die saxofoon? Hier is de post van vandaag, alsjeblieft. Dank je. Je krijgt hem morgen weer terug. Hier is de post van gisteren. Er staat niks bijzonders bij. Hm. Weet je zeker dat ze geen argaan heeft? Argaat? Mm-hmm. Wel, nee. Ze heeft het veel te druk met klagen over de pijntjes. Als je het mij vraagt, leest ze de post nauwelijks. Maak je geen zorgen. Heel goed. Zijn er nog belangrijke telefoontjes geweest? Ja, daar kwam ik eigenlijk voor. Die Helmink heeft gebeld voor een afspraak. Morgenmiddag 3:00. Kijk eens aan. Verder nog iets? Nee, dat was alles. Het gaat heel goed. Je kan er binnenkort mee ophouden. Tot morgen. Tot morgen. Eddie, met Martine. Ik heb een klusje voor je. Nee, morgen. Morgenmiddag. Ja. Dag. Oké, wanneer ben je wel beschikbaar? Over 3 weken pas. 3 weken? Ja, ik ga vakantie en ik kan het helaas niet verzetten. Daniel. Ja? Ik ga weg. Ik moet naar de dokter. Naar de dokter? Nu? Kan dat niet wachten? Nee, ik heb een afspraak. Een afspraak? En dat zeg je nou pas? Ja, maar... Wat is dat nou? We zijn hier bezig. We hebben het hartstikke druk. Kan je die afspraak niet verzetten? Nee. Oh. Vlees, Daniel. Ja, dat weet ik. Kan je er straks even over terugbellen? We hebben het hier vreselijk druk. Oké, doe ik. Dag. Dokter. Ja, de afspraak. Nou, als je een afspraak hebt, kan het nooit dringend zijn, of wel? Jawel, ik heb zo last van mijn rug. Nou, dan ga je toch daar even zitten. Die leuning is lekker hard voor je rug, hè? En dan bel je direct eventjes met de dokter om die afspraak te verzetten. Oké? En als de telefoon gaat, zou je hem willen aannemen. Daarvoor werk je hier. Jij, sorry. 3 weken, zei je? Ja. Nou, zeg het maar. Wat voor dag? Ja, maakt niet uit. Na die 3 weken ben ik elke dag ziek. Pakken we het donderdag, oké? Ja, prima. Schrijf het op. Heb je een pen voor me? Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Marieke, pak de telefoon op! Vergeet deze niet. Jezus, ik heb al veel te veel hier.
Ah, wat geeft dat? Je hoeft toch niet alles te draaien wat je hebt uitgekozen? Maar je nu niet aan toe komt, draai gewoon de volgende keer. Bespaart je een hoop tijd voor de volgende uitzending, moet je maar denken. Nou, eigenlijk heb je wel gelijk. Dan heb ik eigenlijk de komende dagen niks meer te doen. Misschien kun je me dan eens aan je ouders voorstellen. Heb je ze al gebeld? Nee, sorry. Ja, ik zal er deze week echt achteraan gaan. Maar ik heb het een beetje druk gehad met dat programma. Nou, dat begrijp ik ook best wel. Het kost natuurlijk extra veel tijd, zo'n eerste uitzending. En dan kon Mark me nog een keertje van mijn werk afhouden. Oh, wat zei hij? Nou, hij begon weer over ons trouwen. Volgens mij vindt hij maar niks. Ja, hij liet mij ook al zoiets merken. Wat denk je? Zou hij jaloers zijn? Nee, geen idee. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij zich een beetje eenzaam voelt. Zal maar weer eens een keertje met hem uitgaan. Ja, ben je klaar? Mm-hmm. Gaan we. Oh, wacht even. Hey, ben je vroeg? Of heb je nog geen visites gereden? Jawel, maar het waren er heel erg weinig. Dus als het een beetje mee zit, hoef ik vandaag de deur niet meer uit. Nou, dat denk ik niet. Want ik heb een klusje voor je. Je moet je voorbereiden op je rol. Een rol? Wat dan? Beloof me dat je me zult helpen. Schat, voor jou sta ik toch altijd klaar? Zo mag ik het horen. Nou, luister. Suzanne en ik willen een grap uithalen met Bernard. Ja, dat is die douche. Van Poolworld, ja. Nou, Bernard, dat is een ontzettende blaaskaak en een oude viezerik. En nou geeft hij binnenkort een persconferentie om een nieuw type douchekop aan de pers te presenteren. Ja, en wat heb ik daarmee te maken? Daar ga jij naartoe. Als fotograaf, jij gaat daar foto's van maken. Ja, ja. En wat dan? Dat vertel ik je allemaal nog wel, maar ik ga nu eerst even Bernard bellen. Wacht nou eventjes, je kan me toch wel vertellen wat jullie van plan zijn? Bernard met Janine. Even over die persconferentie. Suzanne heeft iemand gevonden. Een prachtmodel, ja. Verdomme, wie is daar nou weer? Goedemiddag. Goedemiddag. U komt waarschijnlijk voor mijn collega? Ik denk het. Ik heb afgesproken met Suzanne Bal. Ja, ja, dat is zij. Ze is even bezig. Gaat u even zitten. Ze komt zo bij u. Ja, dat is prima. Kan ik voor zorgen, ja? Ja, uitstekend. Doe ik. Ja. Dag. Hallo. Suzanne Balk. Hoe maakt u het? U bent meneer Zeilinga, neem ik aan. Klopt. U bent precies wat wij zoeken, geloof ik. Weet je ook niet, Daniel? Oh, voor die nieuwe checkreclame. Ja. Ja, ja, nou je het zegt. Ik denk dat er sprake is van een misverstand. Ik zoek Marieke. Marieke Vollaerts, die werkt toch hier? Ja, maar... mag ik vragen waarom u haar zoekt? Oh, dat zal ik u uitleggen. Ik ben de directeur van het Anker. Dat is een internaat voor schipperskinderen. En Marieke Vollaerts is een leerling van me. Ik ben bang dat er iets vreselijks met haar aan de hand is. Ja, waarom zou ze anders weglopen?